Ik ben Robert Hogendoorn. Ik ben de projectmanager van het World of Difference project. We zijn hier een website aan het bouwen voor jongeren hier in Kenia. En die website die gaat over relaties, over vriendschappen. En met name ook de keuzes die jongeren daarin maken. Dus ook seksuele keuzes. En de risico's die ze daarin lopen. En daarover willen we ze informeren. Ik ben Pim Verwij, de online specialist. En ik ben verantwoordelijk voor de designs van de World of Difference website en de mobiele apps. Ik ben Sanne Meijer, ik ben communicatie-expert en mijn taken voor dit project zijn het maken van content en publiciteit genereren. Ik ben Fred Manders, ik ben de ICT-specialist. Ik doe dus software engineering, dat houdt in technische ondersteuning. Voor mij is het belangrijk om iets te bouwen hier in Kenia dat nog mist bij de jongeren. En door het samen met de jongeren te bouwen ook iets echt achter te laten waar ze iets aan hebben. Dit project is gestart door Vodafone, Vodafone Foundation Nederland. Dat doen ze samen met twee Nederlandse organisaties die ze helpen om dit op te zetten. En dat is Dance for Life voor de content en IECD voor de technische structuur. En die beide organisaties hebben weer een partnerorganisatie in Kenia. Voor Dance for Life is dat Africa Alive en voor IECD is dat Nairobits. Kenia ontwikkelt zich razendsnel. De jongeren hier die meer en meer hebben een smartphone. Daar doen ze eigenlijk alles mee. Ze hebben thuis geen internet. En je ziet dus dat de mobiele telefoon eigenlijk de hele functie van de computer overneemt. Mobiele telefoons zijn heel belangrijk omdat je de jongeren één op één bereikt. En dat betekent dus dat je de ouders niet hebt en de leraar niet. En die hebben vaak juist nog veel stigma's en veel onwetendheden over seksuele gezondheid. Als je het speels maakt en als je het leuk en interessant maakt voor de jeugd, denk ik wel dat het werkt. Je moet de applicatie gewoon zo leuk en interactief maken dat jeugd er graag heen gaat om met andere jeugd in contact te komen of antwoord te krijgen op de vragen die een rol speelt in hun leven. Ja, we zijn nu al een aantal keer naar klinieken geweest en we hebben ook al met heel veel jongeren hier in Kenia gepraat. En dan zie je ook echt dat de onwetendheid over dit soort onderwerpen echt nog heel groot is. Elke week geef ik je les aan jongeren uit Sloppenwijken. Ik geef designles. Ik laat ze zien de basisprincipes hoe je een website ontwikkelt. Ik probeer ze te leren wat ik de laatste jaren in het bedrijfsleven heb geleerd. En dan vooral de laatste technieken en de laatste methodes. Ik ben altijd een beetje een moraalridder volgens mijn moeder. Dus vind ik het extra leuk om het te doen voor een project waarbij je ook echt een verschil maakt en jongeren bereikt. En hopelijk kunnen ze hun leven ook een beetje daardoor veranderen en verbeteren. Om daar een steentje aan bij te dragen, dat de jongeren ook echt zien dat ze betere keuzes kunnen maken en dat het om hen gaat, dat is het gaafste wat er is. Als dit project afgelopen is en als wij weer terug naar Nederland gaan, dan gaan de Keniaanse organisaties waar we mee samenwerken, die nemen het dan over. Dus Africa Alive en Nairobits, die twee organisaties, die zijn straks verantwoordelijk om de website in de lucht te houden. En hopelijk hebben ze hiermee een basis gegeven om nog heel lang door te gaan met het platform.